allerbelangrijkste wat wij als VVD in 2011 hebben bereikt, is de koopzondag. Eindelijk mogen in deze stad alle winkeliers hun deuren openen op zondag en kunnen onze inwoners lekker shoppen op zondag. Want ook shoppen is fantastisch om op zondag te kunnen doen. 2011 was het jaar van de bezuinigingen. En we hebben op heel veel dingen moeten bezuinigen, maar we hebben gelukkig niet op alles bezuinigd. En een van de dingen waar we bijvoorbeeld niet op bezuinigd hebben, dat zijn de bijdragen die wij als gemeente geven aan ouders met hele lage inkomens. En dat geld kunnen die gezinnen gebruiken, bijvoorbeeld om kinderen op schoolreisjes te kunnen laten gaan of om studieboeken te kopen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn om een bijdrage om een kind naar een sportvereniging te kunnen laten gaan. We hebben in 2011 bereikt dat alle jongeren een sport- en cultuurcheck kunnen krijgen. Die wordt uitgedeeld op scholen, tenminste de aanbieding daarvan. En die cheque geeft een kind de waarde van het bezoeken van een sportvereniging. Mogen ze een aantal keren sporten om te kijken of ze dat leuk vinden, of vriendjes en vriendinnetjes meenemen. En dan om te bewerkstelligen dat ze uiteindelijk op de sport gaan. Het belangrijkste punt dat wij in 2011 bereikt hebben, is dat we veel meer naar de burgers zijn gaan luisteren. Bijvoorbeeld dat we nu op zaterdag open zijn op het stadhuis. En dat vinden we als D66 een belangrijk punt. Wat ik heel belangrijk vind, is dat wij bezuinigingsdebatten hebben gevoerd in het jaar 2011. En ik ben er heel trots op dat we dat hebben kunnen doen op een manier die de mensen die het zwaar hebben in de samenleving ontziet. En dat vind ik heel mooi dat we dat hebben kunnen bereiken. Wat wij in 2011 hebben bereikt, is dat we de verpleegzorg in Zoetermeer daadwerkelijk hebben verbeterd. We hebben actie gevoerd met mensen op straat. Daar hebben we ervaringen verzameld met verpleegzorg in Zoetermeer. Die hebben we gebundeld in een zwart boek. Daaruit is bijvoorbeeld uit voortgekomen dat mensen gewoon een hele dag lang in hun luier zitten. Nou, dat wil je natuurlijk niet met die mensen. Dat zwart boek hebben we aangeboden aan de directie. En vervolgens zijn we in gesprek geraakt, ook met de directie, om de situatie al daar te bespreken. En daaruit hebben we ook kunnen concluderen dat het een stuk verbeterd is. Het belangrijkste voor 2011 is voor mijn gevoel het handhaven van het gehandicapte zwemmen in plaats van het schoolzwemmen. Het schoolzwemmen is afgeschaft en het gehandicapte zwemmen is gehandhaafd op voorstel van toen nog leefbaar Zoetermeer, nu zo Zoetermeer. Het belangrijkste punt dat we in 2011 hebben behaald als GroenLinks vind ik toch wel het wijzigen van het bomenbeleid. In positieve zin natuurlijk. Wij hebben ervoor gezorgd dat het bomenbeleid in Zoetermeer is aangepast. En kort gezegd houdt het in dat het kappen van bomen nog moeilijker is gemaakt. In 2011 hebben we bij de begrotingen gepleit voor het instellen van een vangnet. Voor mensen die getroffen werden door overheid en gemeentebezuiniging. We hebben daar nu nog geen zicht op. Vandaar dat we zeiden van wethouder, maak daarvoor een potje klaar, zodat mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het heeft heel veel moeite gekost, maar de wethouder komt met een voorstel. In 2011 heeft Trots op Nederland in Zoetermeer bereikt dat het stadhuis op zaterdagochtend open is, zodat ondernemers en burgers makkelijker de gemeente kunnen bereiken. Ik ben trots op het bezuinigingstraject. We hebben een geweldige taakstelling gehad. We hebben met de bevolking, met de raad, met het college, met de ambtenaren, dus met z'n allen een geweldige invulling gegeven daaraan. Dat is heel moeilijk. Zware, ingrijpende, pijnlijke beslissingen. Maar we hebben dat zo goed gedaan dat er draagvlak is voor dat grote pakket. Dat hebben we met elkaar vastgesteld en daar ben ik trots op.